En veel luchthavenbeheer werkt aan uitbreiding van haar vliegroutes. Vijay Chotkan, directeur van NV Luchthavenbeheer, zegt aan onze redactie dat het sinds 2016 gevoerd beleid zich richt op het steeds werven van nieuwe belanghebbende vliegmaatschappijen. Chotkan zegt dat ondanks het ontwikkelen van een nieuwe route niet makkelijk gaat, het bedrijf eraan zal blijven werken om de uitbreiding zoveel mogelijk tot stand te brengen. Wat brengt dat met zich mee is dat wij dus elk jaar de ruimte kregen om dus op internationale conferenties deel te nemen als airport, waar je dus met airports kunt gaan dealen om als zusterondernemingen, althans partners, een MOU te gaan sluiten om natuurlijk te gaan kijken van hoe kun je elkaar institutioneel versterken, wat zijn de nieuwigheden, wat kan je van elkaar leren. Dat is één natuurlijk. Een tweede, een zeer belangrijke op deze conferenties. En natuurlijk, alles kost geld, dus je gaat een beetje investeren daarin. En every investment you need to return, het moet een investment return zijn, maar een return of investment zijn, hebben wij dus de mogelijkheid gehad om met niet minder dan 11 verschillende airlines, dus luchtvaartmaatschappijen, de ruimte gekregen om met ze te dealen. Meer hierover in ons programma In Gesprek Met op woensdag om 9 uur via kanaal 12.1.